Ja, die is ontzettend belangrijk. Om twee redenen. De ene kant is dat je graag wilt dat je producten die je nu maakt in de chemische industrie, dat die duurzamer worden, groener worden. Dus dan ga je kijken van zijn er andere grondstofmaterialen te gebruiken dan de traditionele. En kun je daardoor komen tot een duurzamere producten. Dus, maar ook kun je gebruik maken van bestaande producten. Dus het recyclen van oude producten om weer nieuwe producten van te maken. Dat is ook neemt ook een hele grote vlucht. En tot slot, ons bedrijfsleven in Emmen is verantwoordelijk voor 70% van de CO2-uitstoot. En als wij in staat zijn om die CO2-uitstoot naar beneden te brengen bij het bedrijfsleven, gaan we hele grote sprongen maken. En wij willen graag in 2040 klimaatneutraal zijn. Nou, dat vergt een forse inspanning, daar hebben we het bedrijfsleven echt bij nodig. Maar juist met dat bedrijfsleven kun je hele grote sprongen maken. En als we oplossingen kunnen vinden die voor het bedrijfsleven interessant zijn, want daar geloof ik heilig in dat je oplossingen moet zoeken die voor het bedrijfsleven interessant zijn, in de zin van die betalen zich terug voor het bedrijfsleven, ja, dan kun je heel veel slagen gaan maken met elkaar. Die zijn er zeker. We zijn bezig om samen met de NAM, die hier een gaszuiveringsinstallatie heeft, of eigenlijk had, want die hebben ze gesloten, om die om te gaan bouwen in een groene waterstoffabriek. En op het moment dat je daar het MTEC-terrein, waar het chemiepark van Emmen op gevestigd is, als je die groene waterstofgassen en die groene gassen zou kunnen verwarmen, ja, dan ga je natuurlijk hele grote slagen maken. En zo werk je heel erg met elkaar samen. En natuurlijk zit er natuurlijk ook nog de keten in van afval ophalen, van afval nieuwe chemische producten maken. Ja, en daar zijn we ook volop mee bezig. Dan komt mijn volgende vraag, die sluit er goed op aan. Want hoe nauw zijn de banden van de gemeente met de bedrijven op Chemiepark Emmen? Ze leveren natuurlijk werkgelegenheid op, maar er is ook een sprake van samenwerking of zelfs synergie in het vergroenen van de stad. Oftewel, kan Emtec en de bedrijven op het industrieterrein Emtec, kunnen die helpen aan de vergroening van de stad Emmen? Zonder meer. Er gaat heel veel warmte ook verloren bij de productie op het Emtec-terrein. Die warmte kun je weer hergebruiken. Die zou je ook voor stadsverwarming kunnen gaan inzetten. Daar zijn we nu ook bezig om dat te verkennen, hoe we dat mogelijk kunnen maken. We hebben een nieuw zwembad aan het bouwen. Dus we gaan kijken of we daar de stadsverwarming voor kunnen gebruiken. De hogeschool, het ziekenhuis. Hoe kunnen die misschien gebruik maken van de restwarmte die op het MTEC-terrein aanwezig is, die niet daar hergebruikt kan worden. Hoe kun je die voor de rest van de stad inzetten? En dat is bijvoorbeeld een heel mooi winstpunt van de samenwerking.